Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat een dikke wolking boven het oosten en zuidoosten van het land zien. En daar valt dan ook regen. In het westen en noorden zien we de zon het vaak schijnen. In het westen en noorden hooguit een enkele bui. Maar in het zuidoosten dus langdurig nat. Temperaturen daar vanochtend slechts 14 graden. En vanmiddag kan de temperatuur dan wat opkrabbelen naar 19 graden. Maar dan moet het wel af en toe droog worden. Anders is het hooguit 16 naar 17 graden. In de rest van het land veel beter weer, daar blijft die afwisseling van zon en wolkenvelden en op een enkel na, buitje na blijft het droog. vanavond waarschijnlijk nog nat in Limburg, al wordt het regengebied dan wel kleiner, dus op steeds meer plaatsen worden droog. Morgen verwacht ik de meeste regen langs de oostgrens, vanuit Duitsland trekt er dan af en toe regen het oosten van Nederland binnen, in de rest van het land loopt de dag grotendeels droog met de meeste zon in het westen. Zaterdag krijgen we overal met neerslag te maken. Dan trekken er een aantal buien van west naar oost over het land. Vooral s middags breekt ook wat vaker de zon weer door. Zondag verloopt grotendeels droog. En ook maandag verloopt grotendeels droog. En dan ook met oplopende temperaturen 22 tot 24 graden. Met Michiel Severin van Weerplaza.